ja, een beetje mijn uitlaatklem, een beetje de rust opzoeken. En ik heb ook echt, als ik in Den Helder op de boot stap, dan laat ik ook alles in Den Helder achter. En dan is thuis dus voor mij echt een rustpunt. En dan is de boerderij helemaal, ja, is gewoon een heel groot contrast met waar je door de week bent. Natuurlijk hartstikke druk, altijd maar herrie aan je hoofd en altijd presteren. En in het weekend mag de druk er eventjes af. En dan is een boerderij natuurlijk de mooiste plek om eventjes tot rust te komen. Nou, ik vind het sowieso hele mooie dieren. En, het zijn van zichzelf hele rustige dieren. En wat ik vooral in het begin altijd al wel heel erg fijn vond aan de boerderij. Je kan er gewoon zijn wie je bent. En zo'n koe maakt het echt geen moer uit wie hem voert. Of het nou iemand is met één been of die echt niks van weet. Of iemand die wel al zijn zintuigen heeft, zeg maar. Het maakt zo'n koe niet uit. Die geeft daar helemaal niks om. Dus die beoordeelt je ook niet. En ik vind het heerlijk om met zo'n koe te knuffelen. Dus ook vaak als ik dan vraagt Hans van, nou, ga even de koeien halen. Nou, dan ben ik pas 3 kwartier of 1 uur later ben ik pas weer terug. Maar ja, dan kom ik weer een lieve koe tegen en dan zit ik eens weer 1 kwartier in het land. Dus ja, dan schiet het niet altijd even op. Maar ik vind het gewoon heerlijk om met die beesten te knuffelen. En helemaal toen met mijn lievelingsboer die er nog was, ja, die snapte me ook af en toe gewoon. Dan ging ik erbij zitten en dan had ik soms wat mindere buien. En die legde dan echt zo de kop op mijn schoot. En die echt zo van, het komt wel goed, weet je wel. En, ja, dat vind ik gewoon heel lief aan die koeien. Ja, mensen zeggen wel, ja, ze zijn domme beesten, maar het zijn hartstikke slimme dieren en ze voelen echt wel aan hoe je je voelt. Nou ja, ik heb altijd 1 levensmotto en die geef ik iedereen altijd mee. En dat is, zolang je in jezelf blijft geloven, kun je alles bereiken wat je wilt, of je nu een beperking hebt of niet. En je komt altijd mensen in je leven tegen die zeggen, ah, doe maar niet, want dat kan je niet. Of hou er nou maar mee op, want het wordt niks. Of ja, zou ik niet aan beginnen, want ik weet niet of je dat wel kan. En ik heb wel altijd tegen iedereen gezegd, en dat is uiteindelijk wel ook de manier waarop ik ben opgevoed. En die mij wel heeft geholpen om zover te komen. Je moet je er lekker niks van aantrekken. En gewoon, je weet zelf welke dromen je hebt en wat je doelen zijn. En ga er vooral 100% voor. En ja, obstakels blijf je altijd tegenkomen, maar het is wel weer een uitdaging om die te overwinnen. En vooral niet laten tegenhouden door wat anderen van je vinden. Wees gewoon jezelf en ga vooral voor je eigen doelen en laat je niet tegenhouden.